Er hangen werken van de afgelopen anderhalf jaar. Ik heb ze Japanese paintings genoemd. Ontstaan door een aantal begrippen die ik heel mooi vind in de Japanse cultuur. En door een afbeelding die ik vond van Maria Callas. Een operazangeres van Italiaanse origine, maar die Madame Butterfly speelde in een specifieke opera van Puccini. Daarin speelt ze dus een Japanse vrouw. Haar gezicht, daar is eigenlijk van alles mee aan de hand wat niet klopt. Haar wenkbrauwen zijn eigenlijk te groot en haar neus te groot. Ze speelt een Oosterse vrouw en daar zit iets raars in. En er is natuurlijk ook iets aan de hand met de emotie, want het is een heel dramatische keerpunt eigenlijk in de opera. En dat voel je. Daar zit iets in de houding, in bijna een soort vulkaan die op uitbarsten staat. Dus dat vind ik heel mooi eraan, dat er iets heel verstilds is en tegelijkertijd iets heel explosiefs. Ik had een antiek stuk linnen en dat heeft de eigenschap dat het verf doorlaat. Ik heb dat werk gemaakt en ik ben de volgende dag in mijn atelier terug en ik haal het echt zo van de vloer af. En wat blijkt, de achterkant is eigenlijk veel mooier dan de voorkant. Dus er is iets gebeurd in dat doorlaten van die verf wat ik zelf nooit had kunnen bedenken. En dat is ook het mooie aan dat katoen en die linnen soorten, is dat het eigenlijk geen correcties toestaat. Want je blijft alles wel een beetje zien. Maar die directheid ervan vind ik heel mooi. In eigenlijk het omdraaien en de achterkant als voorkant te nemen, zit ook een soort van overgave aan het toeval. Je probeert een soort extract en een gecomprimeerd moment te vinden. En heel bewust te zijn van wat er in het schilderij aanwezig is. Een bepaalde openheid of een bepaalde kleurstelling. En daar moet je toch lang en goed en veel voor kijken. Je moet nergens aan hechten. Zo van, nou, als dat weer verdwijnt, het is nu super mooi, maar als het verdwijnt, dan zal er wel iets voor in de plaats komen wat beter is. En dat traject, dat is eigenlijk schilderen, denk ik. En soms word je gewoon iets gegund. Nu is het echt één reeks, één concentratie bij elkaar. En dat is mooi.